Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze hele speciale video, namelijk Tromgeroffel. Mijn nieuwe website is uit. Mijn website is uit. En ik heb er echt heel lang naar uitgekeken. Ik denk dat er echt wel 48 uur in deze hele website zit. En dan nog maar niet te zeggen over hoeveel tijd het heeft gekost om alles te bedenken en te ontwerpen en dat soort dingen. Dus ik ben heel erg blij dat het klaar is. Ik wens jullie super veel kijkplezier. We gaan nu terug een paar maanden in de tijd toen alles begon. Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Let even niet op mijn stem, ik ben ook een beetje verkouden. Waar ik jullie ga meenemen in deze video is eigenlijk een heel lang proces. Ik ben namelijk al een tijdje aan het nadenken over merchandise en over dat soort dingen. Ik krijg het namelijk heel vaak gevraagd van jullie. En ja, ik heb zelf al heel verschillende dingen uitgeprobeerd en ik sta nu eigenlijk op het punt om wat spullen te bestellen waar ik mee wil gaan proefdraaien. Dus een klein voorraadje. En daarnaast ga ik bezig met een website. Ik zal je lekker meenemen in het proces. Ik ga eerst laten zien wat voor producten ik allemaal zelf al heb uitgetest. En daarna ga ik jullie meenemen in wat ik ga bestellen. En zo ga ik je helemaal verder meenemen in het proces tot uiteindelijk het eindproduct. En hopelijk dat het ook helemaal online staat. Dus kijk mee. Nou, ik ga jullie eerst eens even meenemen in wat ik voor producten ik nou allemaal zelf al gebruik. Wat voor producten ik heb uitgetest. Ik heb gewoon heel erg het voordeel dat een vriendinnetje van mij een drukpers en een borduurmachine heeft. Waardoor ik al heel veel dingen heb kunnen proberen. En ik ook makkelijk merchandise in principe kan maken. Ik zal haar link hier ook even onderin zetten, mocht je ook zelf iets willen bestellen. Dus ik heb al best wel wat dingen gemaakt en ik zal met jullie gewoon even langslopen. Wat voor dingen, wat ik er goed aan vind, wat ik er minder goed aan vind, wat minder handig is, et cetera. Dus laten we gewoon rustig aan beginnen. Volgens mij ben ik begonnen met een sweater en een sweaterbroek, zeg maar. Dit was de allereerste sweater. Zo. Het is heel simpel. Zit hier een Luna logootje. En aan de achterkant zit een grote. En daaronder staat dan Racing Little Luna. Nu zie je misschien al wel meteen hier iets aan het plaatje. Hij is namelijk niet heel fel. Bij deze was het helaas. Het materiaal was hierbij niet helemaal goed. Ik had hem één keer in de was gedaan en gelijk vervaagde die eigenlijk voor de helft. En dat is natuurlijk hartstikke zonde. En zeker niet iets wat je wil verkopen. Want je wil gewoon dat, dat hetzelfde kwaliteit blijft. Dus toen hebben we voor de broek een ander materiaal gebruikt. En dat is deze. Maar hier staat dan het Racing Little Luna logo. Ja. En daaronder staat dan Racing Little Luna zo naar beneden. En zoals je ziet is het hier, blijft het wel gewoon goed. Het enige wat je soms wel even moet, en dat is omdat het een beetje een kreukelig stof is, is dat je soms eventjes met een bakpapiertje even er weer overheen moet strijken, dat het weer even mooi glad gaat. Maar dat vind ik op zich niet heel erg erg. Dat heb je sowieso met bedrukkingen, dat gaat wel eens een beetje verfrommelen, dus dat moet je soms eventjes strijken met een bakpapiertje eroverheen. Dus hier was ik toen heel tevreden mee. Nou, toen heb ik nog een sweater besteld, omdat ik dacht, nu heb ik een set waarbij het ene op mijn broek heel mooi is, maar op mijn sweater heel lelijk. Dus toen heb ik dezelfde sweater nog een keer besteld. En met hetzelfde materiaal gedaan. En zoals je ziet is deze wel gewoon mooi. En fel. Dus daar was ik toen heel erg blij mee. Alleen toen was het kijken, want ik had deze sweaters gewoon gekocht in de winkel. Wat is dan een sweater als ik dat meer moet kopen? Dan is het natuurlijk, wil ik niet te dure sweaters, maar ik wil wel fijne sweaters. Dus dan hebben we wat anders geprobeerd. Dat is deze. Heb ik toen van Rianne de sweater gekocht, aangezien zij deze dus inkoopt. Dus toen wilde ik even weten wat de kwaliteit was. En hierbij hebben we dus geborduurd. Het enige wat heel erg nadelig is aan borduren, is dat het heel erg lang duurt. Namelijk, je ziet hier een logootje aan de voorkant. En een logootje, of logo, aan de achterkant. We zijn met deze 4 uur bezig geweest. En met deze 1 uur. En dat is gewoon, komt gewoon door de machine. Je moet natuurlijk al die houtjes maken. En je moet een aantal keer kleuren wisselen. Want het zit natuurlijk, als je al zo kijkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laten we zeggen, een stuk of 10 kleuren zitten erin. En op de achterkant al helemaal. Aangezien je dan ook nog dat eromheen hebt. Dus was een leuk idee voor mezelf. Maar om echt te produceren voor anderen is gewoon te veel werk. Dat gaat gewoon te lang duren.
Toen ben ik wat verder gaan kijken, want ik wilde ook nog wat op wat gekkere producten wilde ik mijn naam. Of nou ja, Luna's accountnaam. En dat wilde ik graag op jassen, want ja, bij de paarden loop je toch heel vaak gewoon in een jas. En het is wel leuk als mensen dan ook kunnen zien waar je van bent. Nou, allereerst hebben we deze jas gemaakt. Nee, deze jas heb ik gekocht bij Kramer. En het is echt een hele fijne jas, want hij heeft softshell en aan de binnenkant is hij zeg maar zacht. Een jas is altijd een beetje tricky met borduren, want het is natuurlijk wat dikkere stof. En dat maakt dat het lastig is om dat mooi in een hoek, zo heet dat dan, zeg maar een soort ding waarin het zo vast wordt gezet, zodat het mooi strak zit voor het borduren. En stel hij springt uit de hoek terwijl je borduurt, dan ja, is het verpest, dan krijg je dat niet meer zo mooi. Dus dat was even spannend. Maar met deze jas ging dat eigenlijk wel heel erg goed. Dus je ziet hier Racing de Toluna. En op de voorkant bij de borst staat dat. Dus dat was eigenlijk heel erg mooi. Alleen dan wisten we, ja, jassen zijn heel erg duur om in te kopen. Dus misschien in de verre toekomst dat dat mogelijk zou zijn. Maar voor nu is dat gewoon nog te duur. Nou, toen dachten we gaan nog een grotere uitdaging aan. We gaan een winterjas gaan we eventjes borduren. Nou, dat was echt een struggle. We hebben uiteindelijk de machine van een vriend van haar gebruikt. Die heeft een nog betere borduurmachine. Waarbij je minder zit met dat stof in de weg zit en zo. De jas is natuurlijk best wel zwaar. Dus ik moest hem constant zo omhoog houden. Zodat hij niet ging zakken. Maar uiteindelijk is het gelukt. Maar ja, dat gaan we zeker niet vaker doen. Want het kost echt heel veel tijd en heel veel stress. En dat is deze geworden. En daar ben ik dus ook heel blij mee. Verder ook heel mooi en hele fijne jas ook. Nog een gek ding. Ik had schoenen gekregen. Maar die liepen net niet helemaal lekker. En ja, ik vond het zonde om ze gewoon te laten staan. En toen dacht ik, ik kan er ook wel één keer een dag op lopen of zo. Dan is het niet zo heel erg. En dan kan ik er Racing Little Luna schoenen voor maken. Als ik op evenementen ben en zo, dan kunnen mensen dat ook weer zien dat ik van Racing Little Luna ben aan mijn schoenen. Dus die heb ik ook gemaakt. Ze zijn een beetje vies, maar ik zal ze even laten zien. Dat zijn namelijk deze. En daar heb ik er dus twee van. Nou, zoals je al ziet staat het dus op de neus Racing of het logo. Op de zijkant staat dan de tekst. En op de achterkant staat nog een logo. En dat is bij deze natuurlijk hetzelfde. De voorkant op de neus logo. Zijkant de naam. Achterkant nog een logo. Nou, en die draag ik dus voor de grap met evenementen. Maar ze lopen dus niet heel lekker. Dus daarom draag ik ze niet heel erg veel. Hetzelfde als met de jassen. Heel leuk op schoenen. Maar ik vraag me af of mensen dat echt gaan dragen. En een tweede is natuurlijk hartstikke duur om schoenen te maken. Of je moet van die hele goedkope schoenen. Maar ja, dan gaat al helemaal niemand ze dragen. Want dat loopt totaal niet lekker. Dus, en dan komen we een beetje bij product waarbij ik het waarschijnlijk ga produceren. Niet helemaal hoe het nu is, maar wel vergelijkbaar. En dat is deze. Een t-shirt. En ja, dit was ook een beetje een probeershotje. En hier zit dus aan de voorkant het grote logo. En aan de achterkant zit dan in je nek nog een klein logootje. Maar ik wil dus deze t-shirts gaan maken. Alleen ik wil ze dan dus anders. Ik wil dan op de borst eigenlijk een beetje hetzelfde als de sweaters. Op je borst dan een klein logootje. En dan op de achterkant een iets groter logo. En de mogelijkheid om je eigen naam of je eigen pony's naam of wat voor naam dan ook, erop te kunnen zetten. Dus dat je dat ook nog helemaal kan personaliseren. Dat lijkt me wel heel erg leuk. Want dat kan heel vaak eigenlijk niet met merchandise. En ik denk, ja, dat is hartstikke leuk als dat ook gewoon kan. En die mogelijkheid heb ik ook. Want ik ga het dan gewoon maken zodra iemand het bestelt. Dus dan kan ik net zo makkelijk even gelijk een naampje erop zetten. Dat is voor mij bijna geen moeite. En het is voor jullie natuurlijk hartstikke leuk. Dus dat is een beetje de planning om te gaan maken. Nou, hoe verloopt het nou verder? Ik moet natuurlijk t-shirts gaan bestellen. Nou, dan is natuurlijk de vraag, wat voor maat ga je bestellen? Wat voor kleuren? Heb je überhaupt budget voor meerdere kleuren? Ja, dat is een beetje de vraag. Dus we gaan eens even met elkaar kijken wat er nou eigenlijk allemaal is en wat ik wil gaan kopen. Nou, intussen heb ik even mijn laptop erbij gepakt. Dan gaan we gewoon eens eventjes op zoek naar wat ik zou willen. Ik had dus al van Rianne heel fijn een kledingleverancier doorgestuurd gekregen. Dus ik weet al een beetje welke site ik in ieder geval kan gaan kijken. Ik vind zelf de kwaliteit van dit shirt heel erg fijn. Dus ik ga eigenlijk gewoon op zoek naar dit shirt en wat voor kleuren ze allemaal hebben. Ik zal een beetje met jullie er doorheen praten. Als ik nu dus kijk, dan zie ik heel erg veel kleurtjes en heel erg veel maat. Ze hebben XS tot en met 2XL. Prijzen ga ik het verder niet over hebben. Maar ze hebben eigenlijk ook heel veel kleuren. Ze hebben zwart, groen, navy, geel, oranje, nou ja, die roze dan.
rood, paars. Ze hebben eigenlijk allerlei kleuren. Ja, dan is voor mij eerst de vraag, wat voor maten ga ik doen? Ik denk zelf dat mijn volgers zijn een beetje rond tiener / jongvolwassenen. Een beetje, dat is mijn range. En de meeste mensen daarin hebben toch wel tussen de XS en de L, denk ik. Maar ik vind het ook wel belangrijk dat ik ook wel XL heb. Dus ik denk dat ik voornamelijk S, M en L ga kopen. En dat ik dan ook nog een XS en een XL doe. Nou, als ik dan even kijk hoeveel dat kost. Dan ga ik denk ik voor twee kleuren. Dus dan ga ik denk ik voor deze roze kleur. En gewoon zwart. Want zwart is altijd goed. Ja, dus ik denk dat dat hem wordt. Dus de maten XS tot en met XL. En dan in maat kleur zwart en kleur roze. En later kan ik natuurlijk altijd kleuren bijbestellen. Maar dan voor nu de eerste voorraad gaan we lekker dit doen. Nou, intussen heb ik de kleding besteld. En ja, nu is het wachten tot het aankomt. Dus ik zie jullie over een paar dagen weer. Kijk eens wat er is binnengekomen. Hihi. Die gaan we lekker uitpakken. Intussen is het pakketje er. Tada. Dus die gaan we openmaken. Oké, ik heb dus in totaal 20 t-shirts besteld. En nou, ik zal gewoon even van allebei eentje jullie laten zien. Ik heb dus een, ik denk dat dit de XL is. In ieder geval, het voelt groot. Oh, er zitten een paar in elkaar. Even kijken. Dit is de maat S. Dus hier heb ik een zwarte S. En het is dus echt hetzelfde stofje als mijn roze. Echt een heel fijn, lekker stofje. Lekker luchtig. Echt heerlijk voor in de zomer. En dan even een roze. Dit is ook een maat S in het roze. Zo. Tadadadam. En nu zijn ze natuurlijk nog helemaal basic. Maar er komt verandering in. Ik ga namelijk snel even een testshirt maken. Nou, ik ben bezig met mijn website. En het handige is dat mijn broer websites bouwt en ook de hosting daarvan doet. Dus hij heeft een soort basic website voor mij gemaakt die ik dan lekker verder kan gaan bewerken. En daar ben ik nu mee bezig. En het is best wel ingewikkeld, dus ik ben echt al 2 dagen aan het klungelen. Maar ik zal je even laten zien wat ik tot nu toe heb. Nou, dit is dus wat je ziet als je de site opent. Heel erg leuk, het gaat zo in elkaar schuiven en zo ben ik heel lang mee bezig geweest. Ik heb dan overal, zeg maar, als ik zo'n scheidingspunt dingetje, lijntje wil maken, dan heb ik daar een mini-doona ingezet. Als je, zeg maar, er overheen gaat, dan wordt het klein. En dit is dus de homepagina, dus waar je gewoon op komt als je de site opent. En deze ook het meest af eigenlijk van allemaal. En hier heb je dan de meest verkochte producten. Nou, op dit moment heb ik nog maar 2 producten opstaan. Namelijk de t-shirts. Maar ja, die hebben we natuurlijk nog niet gemaakt. Dus ik heb daar nog geen foto's van. Nou, dan heb ik een aantal pagina's gemaakt. Hier staat eigenlijk nog niet echt heel erg veel op. Alleen even een opbouwtje van hoe ik het wil gaan doen. Nou, dus dan is een stukje over mij. Hier een stukje over Doona. Dan hebben we hier de webshop. Daar heb ik al wel iets meer aan gedaan. Dan heb je dus de producten. Nou, dan kan je daar ook op klikken. Nou, dan heb je hier alvast allemaal opties staan. Nou, hier kan je dus de maat kiezen die je wil. Of je hem wil personaliseren, ja of nee. En dat prijsverschil zit er dan ook bij in. Nou, dan de naam. Dus dan kan je dus ook de naam intikken die jij wil. Nou, en dan kan je hem eens toevoegen. En dan komt hij dus, even kijken, hier zo in je winkelmandje te staan. Nou, eerder nog wat extra informatie. De beschrijving, nog even wat extra informatie qua maten, et cetera. En beoordelingen. En dan heb ik hier nog gerelateerde producten. Nou, dan heb ik nog een kopje zakelijk. Dat is eigenlijk hetzelfde als bij die andere. Daar staat ook nog niet zo heel veel. Dit is dan de zakelijke. Nou, hier zie je ook nog niet zo heel veel, maar wel een beetje de opbouw hoe ik het wil gaan doen. En hier dan nog events. En ja, dat is eigenlijk hoe die tot nu toe is. En het is een paar dagen later, of nou ja, een week of zo later. Ik moest namelijk eventjes wat spullen bestellen voordat ik een testshirt kon gaan maken. Maar dat gaan we dus nu doen. Dus kijk mee. Nou, dit is natuurlijk het ontwerp dat we uiteindelijk op het t-shirt willen. Dus ik heb dat in een dingetje gezet. Hier zo. En nou, hier zie je dus eigenlijk gewoon het plaatje dat ik op wil. Ik heb er nu even 2 bij gezet, omdat, nou ja, om een beetje ruimte te vullen. Want het is natuurlijk zonde om niet alles te gebruiken. En je ziet dan, als het goed is, een rood lijntje. En als ik hierop klik, dan is het nu wat duidelijker. En daar gaat dan dus de snijmachine uiteindelijk snijden. En op die manier wordt hij perfect uitgesneden en kunnen we hem daarna gaan bedrukken. We gaan voor nu het alleen uitprinten en uitsnijden. Want ik heb hier thuis geen drukpers en die heeft een vriendinnetje van mij wel. Dus daar moet ik dan heen.
Dus we gaan nu gewoon lekker even daarmee bezig. Zo, ik ben even verplaatst van ruimte. En ik ga nu eerst even gewoon uitprinten. Ik doe dat altijd voor de zekerheid eerst even op een gewoon A4 papiertje. In zwart-wit. Dat ik even kan checken of die echt wel goed uit de printer komt. Want stel hij komt niet goed uit de printer, dan is dat natuurlijk hartstikke zonde van het materiaal. Dus dat ga ik eerst even doen. Zo, dit is onze proefafdrukje. En wat eigenlijk voornamelijk het belangrijkste is, is dat dat puntje en hier zo'n hoekje en hier zo'n hoekje, dat die er goed op staan. Want de snijmachine die gaat het zeg maar een soort van lezen en dan weet hij precies waar die moet snijden. Dus het is heel belangrijk dat die er goed op staan. Nou, die staan erop, dus nu kan ik het echt gaan printen. Ik ga alleen nog wel het blad nog even iets voller maken, want er is nog best wat ruimte en dat vind ik zonde. Dus dat ga ik even doen en dan ga ik jullie even laten zien wat voor materiaal we gaan gebruiken. Nou, dit is het materiaal. En ja, eigenlijk gewoon, het lijkt een heel simpel blaadje. Maar je ziet aan de achterkant waarschijnlijk al dat het niet helemaal is. Ik ga straks gewoon aan deze kant printen. En dan kan de snijmachine hem daarna mooi uitsnijden. Dus let's go. En hij is klaar. En ja, alles zit er mooi op. Net zoals de testprinter. En nu natuurlijk in mooiere kwaliteit met mooi gekleurd inkt. Ik laat hem meestal nog heel even... Gaat die printer weer allemaal dingen doen. Die printer maakt echt zoveel lawaai elke keer. Alleen het handige aan de printer is dat hij dus elke keer heel goed de instellingen weer verzet. En zo, zodat je het mooiste kwaliteit krijgt. Dus ja, moet het maar mee doen. Ik laat nu nog heel veel drogen als het ware. Het is niet echt nat, maar ik heb wel het idee dat als ik meteen ga snijden dat ik nog wel eens de bovenkant beschadig. Dus ik laat hem heel veel drogen en ondertussen gaan we vast even de snijmachine klaarzetten. Nou, hier zetten we vast de instellingen goed. Ik ga hem als het ware versturen. En dan ga ik even kijken of die al op de goede staat. Ja, hij staat op flex printbaar donker ondergrond en dat zijn precies de goede instellingen. Dus deze staat nu goed. Het ontwerp is precies hetzelfde als dat ik hier heb. Dus nu kunnen we hem in de machine gaan leggen. En dit is de machine. En we gaan hem eens even aanzetten. Nou, dan zie je hier dat ik op laden en verwijderen kan klikken. En dat betekent dat ik zo meteen mijn ontwerp kan inladen. Maar eerst gaan we hem eventjes vastleggen. Vastleggen gebeurt hier. Dit is een soort plakmat. En daar gaat het ontwerp op. Dus dat gaan we eens even doen. En hij ligt erop. Je ziet misschien dat hij niet helemaal 100% recht ligt. Ik doe altijd wel mijn best om hem zo recht mogelijk neer te leggen. Maar doordat die puntjes er nu staan en die hoekjes, weet de machine precies waar het ontwerp zit, zeg maar. Nu gaan we hem inladen. Nou, nu zit hij erin, zoals je misschien wel kan zien. Ik doe altijd eventjes de klep dicht. Want op het moment dat hij gaat registreren, gebeurt het zeg maar met een soort licht. En als er heel veel licht van buiten schijnt, dan pakt hij hem niet altijd. Dus doe altijd met registreren hem eventjes de klep dicht en straks doe ik de klep weer open. Nu ga ik hem op de laptop aanzetten en dan begint hij met snijden. Zo, nu is die klaar. Dan kun je hem ervan afhalen. En dan lijkt het net alsof er niks is gebeurd. Maar ja, ik kan hem er eigenlijk als sticker straks van afhalen. Ik doe dat alleen pas op het moment dat ik hem echt ga bedrukken. Want anders heb je kans. Het is namelijk heel dun materiaal dat het kapot breekt of scheurt. En dat willen we natuurlijk niet. Dus ik hou hem er nog even op. Totdat ik eenmaal bij Rianne ben en we het echt gaan bedrukken. Dan, wat we nu gaan doen is dat er nog wat op moet komen. Mensen kunnen namelijk er ook voor kiezen om hun eigen teksten op te laten bedrukken. En dat kan natuurlijk een naam zijn of een zinnetje of... een woord, net wat zij willen. Dus daar moeten we ook even van maken. Dus ik ga gewoon een tekstje doen met eigen tekst hier. En dat bedruk ik erop voor de foto's. Zodat we echt mooie productfoto's kunnen maken. Dus dat gaan we ook doen. En ik zal je laten zien, dat is eigenlijk een heel stuk simpeler. Het enige wat we namelijk hoeven doen is even een tekstje uittypen. Hier zie je het ontwerp. Nou, ik had hem al klaarstaan hier. Je moet het alleen wel in spiegelbeeld doen. Want de flexfolie die ik gebruik, die moet je in spiegelbeeld doen. Zodat je het dan kan opplakken. Dus ja, dit is eigenlijk heel simpel. Alleen dit en ik moet dan het witte papier moet ik even gaan pakken.
En dan moeten we hem gaan peelen. Nou, nu hebben we de tekst al best wel ver. Alleen ziet dat er nog wat stukjes in zitten, dus die halen we er nog even uit. En nu hebben we hem klaar. Hier kan je net iets beter zien. Nou, dit kunnen we zo op het t-shirt drukken en dan de drukpers eroverheen. Nou, nu hebben we het allebei af. Zowel de print als de tekst. En nu kunnen we in principe gaan drukken. Ik ga dat alleen vandaag niet doen, want vandaag heb ik geen tijd meer. Dus ik zie jullie binnen een paar dagen denk ik weer. Hoi allemaal, we zijn nu bij Rianne. Het is echt een hele tijd later, dus ik zal je even een mini update geven. Intussen heb ik al best wel producten af en klaar. Die zal ik straks thuis even laten zien. Maar we gaan nu een t-shirt drukken, een zwarte. Met natuurlijk ons mooie, fantastische Luna logo. En ik ben nu dus bij Rianne. En we gaan niet alleen een t-shirt bedrukken, maar we gaan ook twee t-shirts borduren. Want Rianne heeft een fantastisch borduurbestand gemaakt met het logo van Luna. En dat zal ik jullie zo even laten zien. Nou, we gaan even een testje doen met een witte. Om even te kijken of de grootte goed is en of het ontwerp goed is en of de dikte goed is. En we overal tevreden over zijn voordat we een t-shirt verpesten. Nou, intussen hebben we een proefje af. Zie hier het fantastische proefje. We zijn eigenlijk best wel tevreden over het logo zelf en hoe die in elkaar zit. Ik wil hem alleen toch iets kleiner, want ik vind het wel heel groot. Kijk, bij een XL zou het wel kunnen. Maar bij een XS'je is het wel echt een heel groot logo. En de tekst is eigenlijk ook gewoon hartstikke prima. Het enige wat, nu nog moet is het op een t-shirt. We hebben het dus iets verkleind en nu gaat het op een t-shirt. Kijk jongens, tata! Dat is hem! En het tweede t-shirt! Ja, spannend! Spannend, spannend! Kijk hoe cute! En een roze met de groene kleur natuurlijk van Luna's logo. Dat is toch schattig, heel subtiel.
Maar wel merch. Dus op die manier superleuk. Ik ben blij. Nou, intussen zijn de t-shirts dus klaar. Ik ga zo naar huis. En ik ga dan lekker mijn bedje in. Maar ik zie jullie denk ik morgen of over een paar dagen weer. En dan ga ik even de website laten zien. Want de website is ook nu zo goed als af. Goedemorgen allemaal. Het is de volgende dag. En ik ga jullie even een update geven van de website. Kijk maar weer mee. We gaan naar de website toe. Nou, dit is eigenlijk, volgens mij heb ik dit al eerder laten zien. Het is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Hier ben ik nog steeds heel tevreden mee. En dan heb je wie zijn wij, daar kun je op klikken. Nou, dan zie je Britt en Luna, of course. Nou, dan kan je of op de foto klikken of op de naam. Dan ga je naar de persoon toe, waar je meer informatie over wil. Nou, dan heb ik hier de tekst met allemaal foto's. En je kan ook via hier kan je ook naar Luna toe. Nou, dan heb ik hier alles over Luna, over de basis, wat ze allemaal doen. Vrijheidsfrisuur, lange lijnen, mennen en uitstapjes die we hebben gedaan. Nou, dan heb ik nog een stukje zakelijk. Daar kunnen mensen heen als ze voor een samenwerking willen of iets. En dan staat hier eigenlijk allemaal wat er mogelijk is. En ook even wat voorbeeldjes met de video's. En dan hebben we nog events. Mensen me eventueel ook kunnen boeken voor events. Nou, dacht je meer op stal staat daarbij, shows en meet and greet. Nou, en dan ga je naar de webshop. En daar is eigenlijk het meest veranderd. Nou, je hebt nu twee dingen eigenlijk. Je hebt merchandise en je hebt diensten. Bij diensten moet ik nog mooie foto's erin zetten. Maar er staan nu twee dingen, namelijk een persoonlijke videoboodschap of een dagje mee op stal. Dus die staan er al in, maar er moeten nog wel mooie foto's bij. Nou, en mijn merchandise staan al een heleboel producten. En dit is ook al best wel ver af. Er moeten alleen nog wat sfeerbeelden worden gemaakt. Dus de foto's die je nu als eerste foto ziet, die worden nog anders. Nou, stel ik zou dit halster willen, dan kan ik erop klikken. Kijk, neem hier een mooi halster. Ik kan ook inzoomen op de foto als ik nog iets beter wil zien. Nou, dit is dus een halster met tekst. Nou, hier kan ik vervolgens kiezen voor een maat. Welke maat ik wil van halster. En ik kan kiezen voor een tekst die ik op het halster wil hebben. En dan kan ik hem toevoegen aan mijn winkelwagen. Dan heb je dus nog meer foto's. Dus ja, en zo heb ik eigenlijk dit helemaal klaar. Nou, stel ik zou hem nu in het winkelwagentje doen. Oh, dan moet ik even een maat kiezen natuurlijk. Nou, laten we even Luna erop zetten. Luna. Nou. Nou, dan ga ik... kan ik hier zo naar het winkelwagentje. Nou, dan kan ik op bekijk winkelwagen klikken. Nou, staat hier dus alles al klaar wat ik kan doen. Intussen is er nog één aanpassing gedaan, namelijk aan de webshop. Ik heb namelijk de layout heel erg veranderd. Ik heb nu gewoon dat je alle producten in één keer ziet. Maar dat je hier aan de zijkant kan filteren. Dus hier kan je alle producten, je kan naar de merchandise waar je ook nog kan kiezen voor mens of paard. Je kan naar diensten. En op die manier kan je dan dus overal bij. Dus dit is even een update van de website, hoe die er nu uitziet. Ik ga nu weer even lekker verder ermee. Ik hoop straks hem eigenlijk al zo goed als af te hebben. Er moeten nog wat foto's worden gemaakt. Vooral van die producten die we gisteren hebben gemaakt, de nieuwe t-shirts. Daar moeten nog foto's van. En dan moeten ze nog gewoon wat sfeerbeelden waarbij Luna en ik het om hebben. Ja, die kan ik natuurlijk zelf niet maken, dus daar ben ik even afhankelijk van iemand anders. Dus ja, ik ga maar even lekker verder aan de knutsel. Goedemorgen allemaal. Ja, toen weer eventjes geleden. Het is vandaag de dag voordat de website online komt. En ik heb jullie in heel veel dingen eigenlijk niet meer meegenomen. Een beetje slecht van mij, maar het is gewoon zo ongelooflijk druk geweest. En ik heb zoveel tijd erin gestopt dat ik gewoon geen tijd had soms om de vlogcamera erbij te pakken. Ik heb namelijk naast de t-shirts nog meer producten. En ik kan niet wachten om ze allemaal aan jullie te laten zien. We beginnen met de kleding. Ik heb twee soorten t-shirts ontworpen. We beginnen met nummer 1. Nummer 1 is deze. En de meeste van jullie herkennen hem waarschijnlijk al. Ik heb zelf ook al zo'n t-shirt. Alleen ik heb het ontwerp iets veranderd. Je hebt dus een klein Luna logo op je borst. Echt mega cute. Lekker subtiel. En op de achterkant een hele grote. En zoals jullie zien staat er iets onder. Er staat namelijk onder eigen tekst. Hier. Je kan namelijk je eigen tekst erop laten zetten. Ja, je kan dan gewoon de naam van je pony erop zetten. Of je eigen naam. Of net wat je wil. Of een heel klein zinnetje. Of een paar woordjes. Je kan dus gewoon je eigen of mijn merch personaliseren hoe jij het wil. Dus dat is nummer 1. En ik dacht, roze vind ik zelf heel erg leuk. Maar niet iedereen houdt van roze. Dus we hebben hem ook in het zwart.
is weer een klein borstlogo. En op de achterkant een groot logo. Waar je dus ook weer je tekst op kan laten zetten. Als je dat wil. Hoeft dus niet. Dat is variant 1. Nu heb ik er nog 2. En toen dacht ik, niet iedereen vindt het altijd leuk om echt heel duidelijk merchandise van iemand te hebben. Ik ben zelf ook zo'n persoon. Kijk, weet je, mijn eigen vind ik heel erg leuk. Dus mijn eigen account uitdragen en laten zien en daar reclame voor maken vind ik heel erg leuk. Maar om merch van anderen te dragen vind ik soms wel een beetje awkward of zo. Dus ik dacht, ik wil ook graag merch wat gewoon heel subtiel is. En wat alleen mensen herkennen als zij die persoon ook kennen. Nou, en dat zijn deze geworden. Tadaa! Waarschijnlijk zie je het zo niet eens heel erg goed. Maar er staat een mini silhouet logo van Luna op je borst. En het is geborduurd. En borduren is nog eigenlijk weer beter dan bedrukken. Dit blijft namelijk nog langer mooi. En dit kan ook in de droger. Bedrukte t-shirts doe je liever niet in de droger. Dan verkrimpt het helemaal en dan wordt het echt niet mooi. En geborduurd de t-shirts kan je wel in de droger gooien. Dus dat is heel erg mooi. Ja, verder is hij gewoon heel basic. Achterkant zit niks, voorkant zit niks. En hier gewoon een logo. En je kan hieronder, maar dat zal ik eens even op de andere kleur laten zien, ook tekst bedrukken. Dat is namelijk deze. En ja, zoals je hier ziet heb je een ander kleurtje in het roze en dan met witte tekst eronder. En ja, verder is hij eigenlijk heel erg hetzelfde. Ik zal ook even de binnenkant laten zien. Aan de binnenkant zit een klein stukje stof, zodat hij nou, mooi blijft, zeg maar. En, maar daar heb je verder helemaal geen last van, dat voel je ook niet als je hem draagt. Bij deze geborduurde t-shirt kan je kiezen uit 3 kleuren. Voor een paardje kan je gewoon kiezen uit wit, de groene die hier op het roze t-shirt zat en de roze die hier zit. Daar kan je dus uit kiezen. En de tekst die is standaard wit. Daar kan je dus niet uit kiezen. Maar je kan natuurlijk wel kiezen wat voor tekst je erop wil. Nou, naast dat ik producten had voor mensen, leek het me ook leuk om producten te hebben voor paarden. Dus ik heb ook weer 2 varianten. Dit is nummer 1. En het is eigenlijk gewoon een heel basic halster. Maar aan de zijkant staat Racing the Toluna, of in ieder geval RLL. Zal ik even hier een foto in beeld doen. En op de voorkant wederom weer dat je eigen tekst erop kan laten zetten. Wat ik wel heel erg leuk vind, want zo kan je dus perfect matchen. En nou, nu zullen jullie wel denken, we hebben zwart gehad, dus dan komt er nog een andere kleur. En ja, dat klopt. Ik heb namelijk ook de roze variant. Hij matcht ook eigenlijk bijna perfect met het t-shirt. Zoals je waarschijnlijk wel kan zien. Dus je kan echt heel leuk matchen. Nou, hier op de neus staat dan weer eigen tekst hier. En op de zijkant staat weer Racing Little Luna, of in ieder geval de RLL. Nu heb ik nog een ander product. En dat leek me ook heel erg leuk om dat ook uit te brengen. Alleen die liggen op stal, aangezien die best wel flink heb getest. Omdat ik eerst wilde weten of het goed bleef. En dat zijn Racing Little Luna touwhalsters. En nou, Luna zou ze eventjes hier een heel mooi model staan met ze. Die zijn ook hartstikke leuk. Daar staat dus Racing Little Luna op de neusband bedrukt. En ja, ik heb dat nog nooit ook ergens gezien, dat je op touwhalsters kan bedrukken. En ik ben ook bezig om uiteindelijk dat je je eigen tekst op kan laten zetten. Alleen voor nu wil ik eerst eventjes gewoon het hierbij laten. Omdat het ook wel in de merchline zit. Dus dat wil ik eerst gaan doen. En later kan je ze ook gewoon bestellen met eigen tekst. Maar voor nu is het eventjes alleen met versie Little Luna erop. Maar dan ben ik nog niet klaar. Ik dacht, ik vind het leuk voor mijn paarden wat te doen. Voor mensen wat te doen. Wat ze kunnen dragen. Maar ook nog even wat overige spullen. Dus toen had ik dit bedacht. Allereerst een mega schattige, ik zal wel dichterbij komen, sleutelhanger. Van Racing Little Luna met het silhouet van Luna. En hier zit dan RLL. Maar je kan er ook gewoon voor kiezen om je eigen tekst hier te laten zetten. Een hele schattig sleutelhangertje. En overal zit ook zo'n leuk kwastje aan. Dus ja, die heb ik ook. En last but not least nog iets wat heel erg handig is. En wat straks ook in de actie komt als het online komt. Namelijk deze. Hele mooie tote bag waar dus een klein logootje op zit en de naam van ons account, of course. Het is dus een tote bag die dus met een lang hengsel, zodat je hem mooi om je schouder kan doen, maar hem ook gewoon vast kan houden. En het leuke hieraan is, de eerste 20 bestellingen op Racing Little Luna krijgen er een gratis tote bag bij. Dus hou je maar vast. Doe een bestelling snel en je krijgt er ook nog een gratis tote bag bij. En deze tote bag die wordt verkocht voor €3,50. Dus dan heb je toch weer €3,50 bespaard en een gratis product erbij. Oké. Het is 1 dag voordat de website in principe online komt. Dus ik heb de video in principe zo goed als af. Zeg maar dit soort stukjes bijvoorbeeld nog niet.
Dus ja, weet je, ik ben heel erg, ik hoop dat alles goed is en ik heb alles klaar. En toen wilde ik nog eventjes de mail gaan testen en toen deed de mail het dus niet. Dus zeg maar, als ik nu een bestelling krijg, dan krijgt de klant gewoon geen mail. Dat doet het niet. Ik krijg die mail gelijk terug van hij kan niet verzonden worden. Dus ik heb nu een bericht gedaan naar de hoster, of de hosting, weet ik veel hoe het heet. En die gaat kijken of die vanavond nog tijd heeft. Maar ja, ik wil morgen alles online hebben. Dus ik heb echt zoveel stress nu en gedoe. En dat ik denk, oh, waar begin ik ook alweer aan? En nou, ik vind me gewoon echt helemaal chagrijnigd erdoor. Ik denk, pak toch even de vlogcamera erbij. Want ook dit soort dingen zijn wel gewoon belangrijk om even te delen. Want ook dit hoort bij het proces. Dus ja, ik hoop gewoon dat morgen alles online kan komen. Zoals ik heb beloofd en zoals ik zelf ook graag wil. Maar ja, ik ben er dus een beetje bang voor dat het dus een dag later wordt of iets. Dus... Oké, het is nu 's avonds en ik heb een update. Het is een beetje dubbele update. Ja, wat zeg maar, het probleem zit dus niet helemaal in de mail. Maar het probleem zit hem in een Gmail. Zeg maar, ik kan naar alle mails gewoon een mail sturen. Dat doet hij automatisch. Maar als ik het naar Gmail wil sturen, dan lukt dat niet op een of andere manier. En de hosting heeft mij uitgelegd dat dat is omdat Gmail hele strenge beveiliging heeft. En dat van de 100 instellingen je alles goed moet hebben, wil Gmail ontpakken. En dat er waarschijnlijk gewoon één instelling van die 100 niet helemaal lekker staat. Dus daar gaat hij nog naar kijken. Maar hij weet niet of dat lukt voor morgen. Dus mocht jij je bestelling plaatsen met een Gmail account, kan het dus zijn dat je geen mailtje van mij ontvangt. Maak je dan geen zorgen. Stuur dan gewoon eventjes een mail naar het e-mailadres hieronder, naar info@raisingletaluna.nl. Daar ontvang ik het namelijk wel gewoon en kan ik jou ook gewoon mailen. En dan stuur ik je via daar alle updates over je bestelling. Het moet dus even handmatig, het is niet anders. Maar als je via een ander e-mailadres doet, dan krijg je wel gewoon je mails. Dus ja, een beetje dubbel. Ik hoop natuurlijk het liefst dat alles in één keer goed ging. Maar ja, het gebeurt helaas niet. Maar ja, op zich wel fijn dat ik het nu wel weet. Dat het dus wel werkt, maar niet bij alles. Want dan kan ik jullie waarschuwen. Ik denk dat ik dat ook gewoon in mijn Instagram bericht eventjes met jullie deel. En dan komt het vast helemaal goed. Ik ga hierbij eventjes jullie doorzetten naar het allerlaatste stukje. Ik had namelijk al eerder de auto opgenomen. Omdat ik niet had verwacht dat er nog problemen zouden zijn. Dus dat ik dit nog zou vloggen. Dus ja, ik breng jullie even naar de outro. Hierbij zijn we aangekomen bij het eind van deze video. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Like eventjes deze video. Laat in de reacties achter of jij toevallig al iets hebt besteld. En wat anders jouw favoriete product is. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie heel graag volgende week weer terug. Doei doei!